Wat is er aan de hand tussen CDMV en N-VA? Als het regent in Brussel, druppelt het in Hasselt. Kiest Frida Breepoels voor de oppositie nu ze tegen haar eigen meerderheid in zware kritiek uiten op de verkoop van de pukkelpopweide. Ik kan nu zeggen dat we vandaag nog altijd, en zoals in heel Limburg trouwens, loyaal zijn aan het kartel. Maar wat met onze eigen inbreng, dat wil zeggen, in dit specifieke geval, en dan ging het over dossier aankoop van de weide van Pukkelpop, dat Frida Breepoels geacht heeft de vragen te moeten stellen die ze gesteld heeft. Maar ik denk dat wij ook nog rechten hebben in de gemeenteraad. Dus in deze fase willen wij de overeenkomst groen licht geven. De verwijdering tussen CDV en n is al even bezig. En ook koninklijke onderhandelaar Wouter Beke krijgt er al onmiddellijk mee af te rekenen. We zullen loyaal meewerken, zover als dat kan, met Wouter Beke Met die verstanden dat als er tegen eind april, zoals Europa het stelt, een echte begroting moet zijn, dat er ook echte beleidskeuzes gemaakt zullen moeten worden. En op dat ogenblik zal er een regering moeten zijn. Als er een regering met ons is, zal het een regering zijn die grote communautaire stappen vooruit zet. Volgens Open VLD-kopstuk Patrick de Waal is het niet slim van de NVA om een deadline te stellen. Je kan natuurlijk niet met één been in de meerderheid willen zitten en met een ander in de oppositie willen blijven. Uh, voor een gedoogbeleid à la Wilders denk ik is er in België geen plaats. Open VLD heeft vorig jaar ook een deadline gesteld, maar dat is een ander soort deadline hoor ik je zeggen. Uh, ik heb uh, vorig jaar vastgesteld op een bepaald ogenblik met mijn partij dat een, een deadline, een timing, die met alle regeringspartijen, met de vijf regeringspartijen was overeengekomen, dat die niet uh, werd gerespecteerd. Dan schend je het regeerakkoord. Hier geeft men een opdracht aan Wouter Beke, zonder deadline, en na twee dagen gaat men plots een timing hanteren. Ja, dan denk je dat er misschien toch wel een andere agenda kan gaan. Als men beslist op een bepaald ogenblik van over te gaan naar een tripartite en die heeft een meerderheid, dan is die democratisch legitiem. Dus kunnen we niet anders doen als daarin meegaan. En zullen wij een andere rol moeten aannemen dan we vandaag aannemen. En zo beginnen de gesprekken van Wouter Beke onder het slecht gesternte. Deze week heeft hij uitgetrokken voor Bart de Wever en Elio Di Rupo. Genieten van enkele dagen krokusvakantie, het is Beken niet gegund.